Ja, hoeveel kans maakt Ajax dan eigenlijk nog? Ja, goede tweede. Goede tweede. Ja, dat vind ik ook. Sjaak, Ajax wordt goede tweede. Willy en René van der Kerkhof zijn het erover eens. PSV gaat landskampioen worden dit jaar. Alom blije gezichten hier in Eindhoven. En dat komt natuurlijk vooral door één iemand, Mario Götze. Ja, Sean, goedendag. Hartelijk welkom. Ja, een verrassing, denk ik. Ik denk voor veel mensen in Nederland, en vooral hier in Eindhoven. En ja, als je de periode Götze neemt, die vanaf 2014 de doelpunt maakte tegen, in de finale tegen Brazilië, dacht ik, of ik weet niet wie, maar ja, toen was het op een gegeven moment einde oefening voor hem. En toen hebben we daarna bij Bayern München nog geweest, bij Dortmund terugkomen. Het was niet meer de Mario Götze die we gezien hebben. Of had jij een ander idee? Hij is goed uitgerust voor PSV nou. Dus ja, is jammer. Ik vind hem een geweldig goede speler. En ik denk ook een als hij daar helemaal fit is, en die is snel fit. Want dat zijn Duitsers eigen, geloof ik. En heel gedisciplineerd. En ik denk dat PSV een geweldige aankoop gedaan heeft. Hij is echt een aanvallende middenvelder. We hebben net al zitten tekenen wie moet spelen. Dus we hadden al een kleine opstelling gemaakt. Dus, maar ja, goed. Moeten we nog even aan Smit doorgeven? Dan moeten we even aan Roger doorgeven, ja. Staat Iataren in die opstelling? Dat is dan ook meteen een vraag die er bij mij uitspreekt. Die staat er niet in. Nee, ik denk, wij zouden die Salevi en de Malen en dan Götze erachter. Dat is de drie beste die hij kan hebben. En dan... Ja, Gakpo, en dan Sanagre en Rosario. Op het middenveld. En dan die vier achter. Dus, en vier achter en een keepertje. En dan, ja, die hebben eigenlijk niet meer nodig, een keeper, hè? Nee, feitelijk niet. We gaan aanvallend voetballen. Ja. En, ja. Dus ik denk wel dat het een geweldige aanwinst is voor PSV. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog Van Ginkel die erbij is gekomen. Even over deze transferperiode, de laatste dag. Maakt dat misschien wel de beste, of hoort die bij de beste transferperiodes van PSV ooit? Ja, op 73 na. Ja, toen ze ons kochten. Toen ze ons kochten, ja. En daarna komt deze periode. Is het een soort verademing nu eigenlijk, als je het vergelijkt met Hendricks en Rosario op die plekken? Of mogen we ook weer niet zo ver gaan? Nou, ik met name naar Hendricks toe. Hendricks is natuurlijk... Voor Nederlandse begrippen een goede voetballer, maar voor topbegrippen komt hij net iets te kort. En daar zijn dit soort spelers denk ik wel goed voor. En fijn is, ja, die zal zich hier wel willen bewijzen. Dus ja, het geeft alleen maar de andere, als je hier wil bewijzen om hier te spelen, ja, dan moet je anderen uit het elftal spelen. En dat kan alleen maar door heel goed te voetballen. Ja. Je moet het zelf afdwingen. En die andere, Van Ginkel, zijn jullie daar blij mee? Nou ja, Van Ginkel die komt geblesseerd hier en hij is weer bezig met trainen. Dus ik denk, en ik verwacht ook niet dat hij het tot december niet zal spelen. Dus ik denk dat hij gewoon de training en dan af en toe wedstrijden in de tweede helft al speelt. En ik denk dat het nieuwe seizoen met de grote wedstrijden, dat Van Ginkel daar weer bij zal komen. Ja? Absoluut, het is een waardevolle speler voor PSV. Dat heeft hij de afgelopen jaren ook bewezen. Ja. En het is gewoon een speler die ook nog wat dynamiek en ook wat kracht in het elftal brengt. En, twee keer geweest, twee mee. Keer kampioen. Dus 2016, 2018, dus met Van Ginkel. Dus vier jaar later, 2021. Nou goed, kan. Nou ja, ik denk met deze aankopen, ja, moet je gewoon kampioen worden. En, punt uit. Ja, hoeveel kans maakt Ajax dan eigenlijk nog? Ja, goede tweede. Goede tweede, ja, dat vind ik ook. Ja. Sjaak, Ajax wordt goede tweede. Dus. En misschien maken die ook rechtstreeks naar de Champions League. Dus dan zijn we goed vertegenwoordigd.